Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we samen kijken naar een psalm van David, David de Profeet, David die ons leert hoe we bidden tot God. Een groot voorbeeld voor ons allemaal en daarom ook onderdeel van het boek de Agbea, eigenlijk het grootste onderdeel. En de vers die wij vandaag gaan bekijken is uit Psalm 37, vers 4. Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Schep vreugde in de Heer. Dus wees vreugdevol met de Heer. In het Engels, delight yourself in the Lord. Heel vaak zien we het bidden, de kerk, als iets wat zwaar is. Terwijl de Bijbel ons vertelt dat we juist vreugdevol kunnen zijn in de Heer. Heel veel dingen in de wereld lijken vreugde te geven, maar het doet het niet of het doet het tijdelijk. En daarom, schep vreugde in de Heer. Op vier manieren kunnen we dat doen: we kunnen vreugde scheppen in de Heer door een gesprek met Hem te voeren. Probeer het eens uit hè, om elke dag over alles met God te praten. Over alle kleine en al het grote. De enige die je nooit zat zal zijn, die nooit zal zeggen als je vrienden of je kennissen van klaar, het is genoeg, is de Heer. De Heer blijft met je praten. De Heer blijft met jou delen. En de Heer pleziert om, om dat te doen. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En wie open doet... Wat doet de Heere? Die zal binnenkomen en met Hem gaan zitten en eten. Degene die s'avonds bij je binnenkomt en met je te zitten en te eten, is iemand die de tijd voor je neemt en die er voor je is. Dat is degene die er is in deze moeilijke tijd, in de periode dat we elkaar niet veel kunnen zien, is Hij er altijd om vreugde aan ons te geven. Ook Paulus, terwijl je in de gevangenis zat, zei hij: Mijn vreugde is in de Heer. Als je kijkt waar die zat in Rome, hoe die gevangen zat, hoe klein die kamer was en hoe vreugdevolle boodschappen hij heeft gebracht aan de wereld. Hij wist hoe die vreugde vond in de Heeren, de enige vaste rots in ons leven. Een andere manier om vreugde te scheppen is door te luisteren. Gods stem is in ons. Gods stem horen wij door zijn woord te lezen. Gods stem horen wij in de preken, in de kerk, in het gebed. En op die manier vinden wij ook vreugde in de. Vredevolle woorden die we horen van de Heer, als hij steeds tegen ons zegt, wees niet bevreesd. Als wij lezen in de Bijbel en zien hoe de Samaritaanse vrouw, die niet eens op zoek was en niet hoop had om te zoeken, vond wat zij nodig had. En zo vinden wij weer de kracht in onze verdrietige dagen, onze pijnlijke dagen, onze moeilijke momenten. Dus schep vreugde in de Heer. Een derde, een hele belangrijke, is de eenheid. Schep vreugde in de Heer door hem te omarmen en hem vast te houden. En er is geen mooier moment dan God vasthouden dan in de communie. In de communie word ik één met hem. In de communie ervaar ik wat eenheid is met God. En dat is ook vreugde. In tijden, net als de coronatijden waar we in zitten, waar we weinig de communie hebben geproefd, hebben veel van ons gevoeld wat het betekent en hoe groot die communie eigenlijk in ons leven is, toen we het voor een tijd moesten missen. Dus Geniet met de Heeren. De tweede vers daarna geeft ons aanwijzingen hoe we dat kunnen doen. Want de praktische uitvoering, hoe doe je dat nou? En dan zegt hij: wendel uw weg op de Heeren. Leg alles uit jouw hand in de hand van God. Stel je voor, je koopt een grote uh, kar om alles in te leggen, zodat je het niet op je rug hoeft te dragen. Maar vervolgens loop je met die kar naast je en je draagt alles op je rug. Dan ben je niet wijs. Dan kijken mensen je ook aan van wat, waar ben je mee bezig? Nu heb je de Heere God. Die zegt, leg het op mijn schouders. Die heeft letterlijk op de kruis zijn armen uitgestrekt en gezegd, alles is op zijn schouders. Hij voelde onze last op zijn schouders en droeg het met plezier. Waarom leggen wij het niet op de Heere? Dus leg het op de Heere en vertrouw hem. Hij zal het doen. Het is prachtig. De derde vers die er achteraan gaat is een belofte. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Dus net als de zonnestralen, die stralen door alles heen. In elk moment en alles wat ons pijn doet. Als wij het in de handen van de Heer leggen en vreugdevol zijn, zou Hij ervoor zorgen dat jouw recht genomen wordt. Vaak op een manier die je nog meer vreugde geeft dan jij had verwacht. Dus de vers van vandaag, Psalm 37, vers 4... Zeggen we met David: schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. David, degene die zijn leven lang een zware tijd heeft gehad, David die zijn leven lang aan het vluchten was voor Saulus, moeite had met zijn kinderen, en zijn leven lang wel volledig vreugdevol was met de Heer.